trouwens wel opvalt, Johan, dat nu het voetbal eraan begint te komen. Dat die tv-kantine meer een voetbalkantine begint te worden. Dat die Mark-Marie Huibrechts en hoe heet die andere homo, die Mike de Boer, dat die steeds minder in beeld beginnen te komen. Nou, is allemaal weer gelul in de ruimte geneden. Heb je haar weer gefeund en je wenkbrauwen zijn ze weer houd dan nou eens een keer met geëpileerd, wenkbrauwen. Je moet gewoon eens een keer kappen, ja. Nou, dat kun je wel zeggen, maar zo is het wel. Dat gezeik over mijn haar, alsof ik er altijd mee bezig ben. Johan, ik meen dat echt. Je moet een keer kappen. Nou, dat wordt helemaal mooi. Nou wil meneer dat ik hem ga kappen. Nou, misschien zouden we jou een keer moeten gaan kappen. Heb je jezelf nog wel eens teruggezien de laatste tijd in een spiegel? Sorry. Een spiegel, weet je wel? Zo'n glazen ding waar je jezelf in kan bekijken? Nou, ik ben niet zo onder de indruk van je flauwe grapjes, hè. Misschien kunt u allemaal een beetje lachen om deze Fox-komiek die hier zit. Weet je, het is allemaal heel pijnlijk. Zullen we het eens over jou gaan hebben? Over voetbal bijvoorbeeld. Ja. Weet je nog dat je op 18 september dit jaar 2004 hebt gezegd dat Rafael van der Vaart dit jaar 100 doelpunten zou hebben gemaakt in zijn carrière? Dat klopt helemaal niet. Nou, dat is hij heeft dan er maar 90. Weer duidelijk dat je de feiten weer compleet door elkaar haalt. Het waren er namelijk niet 90. Het waren 99 doelpunten. Oh. Ja, nou ja, gaan je we ziet weer slechts een presentator. Hè. En ik ben dan weer de expert. Tuurlijk, mierenneuken, daar ben je goed in. Mm. Ja. Dat is technisch gezien niet mogelijk met mijn apparaat. Ik word ook wel de witte neger genoemd. Jij daarentegen, Gené, hè? Laten we het daar eens over hebben. We zijn nu toch met mannen onder elkaar, hè? Ja! Dag, dag meneer! Dag! Oh, dan ben ik weer! Mark-Marie? Mark-Marie, ja! En wie zie ik daar? Wilfred Gené en Johan Derksen. Wilfred Gené, en ja! Ja! Zeg, hoorde ik nou een k***scheet of moest Mark-Marie Huibrechts weer lachen? Als het Nederlands elftal speelt, hè? Ja, nou, ja, nee, ja. Dat doe ik steeds vaker, hè? De wereld draait door. Dat werkt zo leuk, dat is altijd leuk. Dat ik, ja, nou, ja. Nou, dan zet ik mijn pruik altijd op, hè? Als ze spelen, het Nederlands elftal, hè? Ja, alleen bij het EK en het WK, hè? Ja, wat dat betreft heb ik zoveel, jij ook, lief schaapje, respect voor jou, hè. Ja, jij hebt toch altijd die pruik op, hè? Hoe hou je dat nou vol? Sorry. Nou, dat is heel simpel. Kijk, je klikt het hier, klik je het los en dan, dan draai je het een beetje zo. En dat is meestal voor in het weekend, dan doe ik het zo. Ja, tot zover deze hele slechte scène, precies zoals u van ons gewend bent.